hou heel erg van technologie en gadgets en andere nerddingen dus eigenlijk. Nerd alert! Dus vandaag ga ik in Utrecht naar de Bright Days. Een beurs die helemaal in het teken staat van technologie en gadgets en andere nerddingen. Het is nu iets over 7 in de ochtend. Gisteravond had ik nog de Glowrun in Eindhoven. Die was juist 's avonds, waardoor ik pas om iets voor 2 uiteindelijk in mijn bed lag. Dus ik ben nog een beetje moe, dus dadelijk in de trein nog proberen om een beetje te dutten. Oh, en jongens, wat is het toch koud! En dan ga ik daar niet alleen heen, maar ik ga met een oud collega en vrienden naartoe. Maar die woont in Amsterdam, dus die zie ik wel eens in Utrecht. Het is best wel druk. We hebben vanochtend even drone races gekeken. Dat was op zich wel interessant, want die drones hebben mensen echt helemaal zelf gemaakt. Ze gaan echt fucking snel. En net hebben we virtual reality gedaan. Op zo'n omni ding, zeg maar, zo'n plaat waar je op moet staan. Dat je echt kan rondlopen en zo. Dat vond ik echt zo gaaf. Ik hou sowieso echt enorm van virtual reality en VR-brillen en zo. Maar dat je dan ook echt rond kan lopen, om je heen kan kijken en zo. Ik kon zombies afknallen, dus dat is natuurlijk altijd vet. Maar het was echt een hele vette beleving. Ik werd er wel een klein beetje misselijk van. Ik zie mezelf nog niet echt een half uur lang of zo achter elkaar doen. Maar op zich voor zo op een beurs een keer is het wel heel gaaf. Ik zou het op zich ook best wel in mijn huis willen, maar ja, waar ga je zo'n ding laten? Nu over een kwartier op het hoofdpodium komt mijn grote rolmodel en voorbeeld Casey Neistat praten. Dus daar gaan we nu heen. Het is al best wel druk, dus ik ga even een plekje zoeken. En dan ben ik echt heel benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. Here in Holland, look how many people are here. The path to success is one that is not defined. And all of you people that raised your hands earlier about aspiring to be creators or being creators yourself, the responsibility is always on you to define that path to success. Bright Day, grote heldenmoed. Ja, vond je ervan? Dat vond ik wel het hoogtepunt. De rest viel een klein beetje tegen. Het was heel vet om die VR-ding te proberen. Maar voor de rest waren eigenlijk vooral lange rijen. Ik had wel willen proberen het zwemrecord willen verbreken om een S8 te winnen. Maar als we al zagen dat die gast die had gewonnen, die bovenaan, die deed er een uur en een kwartier over, dan denk ik niet dat we dat beter zouden gaan doen. Nee, dan waren we niet thuis geweest voor het donker. Nee. En je had je wetsuit natuurlijk niet bij je. Nee, maar die hadden ze daar het alleen. Dus dat kwam helemaal goed. Ja. En nu? Nu gaan we nog even ergens de stad in. En dan gaan we denk ik even een hapje eten. Goedies! Goedies, dit is Friso trouwens. Die hebben we nog niet eerder. Volg mijn Instagram, lonelytribbler.nl. Ik zal beneden de linkje zetten. Let's talk it over.
super leuke dag gehad vandaag. De Bright Day, een aantal toffe dingen gezien. Casey Neistat voor elkaar, dat echt super inspirerend was. Daarna nog lekker gegeten samen met Frizo. Heel lang eigenlijk zitten kletsen, dus het is inmiddels een beetje later voor dan ik had verwacht. Toen in de trein, terug naar huis. Bij mijn thuis nog eventjes wat dingen doen. En dan zit de week alweer op, is het alweer bijna maandag. Terug aan het werk.